Ik val maar gelijk met de deur in huis. Heb jij je huiswerk niet goed uitgevoerd? Of hebben de spelers het niet goed uitgevoerd? Ja, nou ik denk dat uh, ze speelden normaal gesproken 5-3-2. En eigenlijk in de, ze stonden ze bij de opstelling klaar. Dus we hadden wel meteen, uh, we hadden gezegd de laatste half uur speelden dus ze vorige keer 4 3 en uh, dat ze zo starten, dat op zich kan dat. En we hadden dat denk ik redelijk goed uh, onder controle. Alleen, uh, we hebben aan de voorkeur gezegd: deze ploeg scoort niet heel veel. Dus je moet niet zelf doepen de weg weggeven. En, uh, nou ja, en ze doen wat ze wel doen, is heel hard werken en vooral zonder bal heel klein staan. Dus dan moet je extra energie leveren in het vrijlopen en heel zuinig in het balbezit. En wij waren de eerste helft gewoon slecht. Uh, ook mede door Kampong, want Kampong die dwong ons om slecht te zijn. En, uh, dus dat hebben ze wel hartstikke goed gedaan. En dat we dan een, uh, in mijn ogen echt een flater uh, uh, bij de goal tegenkrijgen... Ja, dan uh, moet je er achteraan en dan wordt het alleen maar moeilijker. Ja, je zegt zelf al, je weet hoe Kampong speelt. Ja. Hebben jullie jezelf niet goed gewapend? Uh, jawel, maar ik denk dat wij nog soms aan het zoeken zijn van uh, ja, gaan we vol op de aanval of willen we wat controle houden. En, want iedereen verwacht dat we dit gewoon 3-0 winnen natuurlijk. Maar ja, dat, elke tegenstander heeft gewoon zijn eigen wapens wel. En uh, ja, wij zijn nog niet zo, zo goed en comfortabel dat wij uh, kampong voetbal helemaal achteruit kunnen duwen. Ja, dus is elke tegenaanval ook gevaarlijk. En dan valt ons elftal soms wat uit elkaar als we achteruit moeten. Ja, en daar moeten we aan werken. Dus dat we dichter bij elkaar blijven zonder bal en met bal moet het soms wat sneller en een hoger tempo. Is dat onderschatting? Ja, dat moet je spelers vragen. Niet vanuit onze kant, want je weet wel dat kijk elke wedstrijd is belangrijk en, uh, en zeker als je aan de bovenkant mee blijven doen. En, uh, maar ja, het is ook niet zo dat wij. Uh, altijd heel makkelijk winnen, dus, dus uh, het ligt ook deels aan ons denk ik, en uh, onderschatting. Als je kijkt hoe we de tweede helft ook spelen, hoe we dat omdraaien, dat we het hele veld één op een spelen en maximaal geven, dan is het denk ik, als er iemand had moeten winnen hadden wij het moeten doen, maar Kampong verdient wel het punt door de eerste helft. Je mist vandaag maar Dijkstra, en je vertelt voor de wedstrijd, ik hoop dat er iemand opstaat. Ja. Is er iemand opgestaan? <laughs> nou, ik denk dat we als team, uh, wat we aangeven hebben, als je, de, als je eigenlijk je leider in, in het organiseren mist, dan moet je alle elf iets meer praten. En ik vond dat we dat de tweede helft zeker wel gedaan hebben. En de eerste helft niet. En dat zag je onder de linies uit elkaar lagen. En dan hebben ze alle elf uh, net niet dat ene stukje meer gebracht, wat ze zouden moeten doen als Mart niet speelt. Maar kijk, tegen Volendam deed hij ook niet mee. En uh, dan kunnen we ook winnen. Dus het hangt ook niet zeer van één speler. Maar het gaat wel om onderlinge afstanden. En daar moet iedereen elke linie voor zich blijven coachen en uh, dus echt opgestaan daar hebben een aantal denk ik best prima gespeeld want het was niet dat het ontzettend slecht was in balbezit maar uh, ja aan de voorkant het creëren van kansen dat was lastig ik zei dat ik kritisch zou zijn dat ben ik nu ook als je zo speelt tegen Genemaai dan ga je gewoon 5-0 van de mat uh, ja, dat denk ik. Dat zou kunnen. Het is wat scherper aan de voorkant dan Kampong. Uh, maar ik hoop dat, uh, dat zei ik net ook aan het eind: het is goed dat je hem, uh, dat je hem terughaalt naar een 1-1. Dat je eigenlijk misschien wel kan winnen. Maar nou, okay, dat gebeurt dan niet. Maar je verliest hem niet. En volgende week mogen we laten zien of we het verdienen om aan de bovenkant mee te blijven doen of niet. En uh, nou, daar heb ik het ook bij gelaten. Dus uh, laat, me, laat me zien volgende week. Dus drie keer hard trainen en volgende week erop kletsen. Ja, gewoon volle bak van gast erop en uh, dat willen zij ook. En uh, voor de club hier is het helemaal een speciale wedstrijd. En, uh, en nu hadden we best wel snel veel risico genomen. Ja, misschien doen we het volgende week of vanaf het begin, je weet het niet. Dankjewel. Ja, geen dank.